Afgelopen zomer hebben we het toneelstuk Schwarfleis van toneelgroep Heidse opgenomen. En dit toneelstuk dat wordt nu getoond in de verzorgingstehoeze van het Leudal. Het is in Sint-Elisabeth in Halen geweest afgelopen week en nu zien we hier in de Kreppel. Jan Beelen, Jan, waarom worden deze, ja, het is een opname, in de verzorgingstehoeze getoond? Nou, in het bijzonder, het is een toneelstuk en het is een toneelstuk niet Zwart Vleis, maar Zwart Vleis bij Elshoof. Dat is de officiële naam. Mm-hmm. En dat werden we door de toneelvereniging Heidse, werden we dat straks nog gezegd, dus dat wil ik even erbij vertellen. Mm-hmm. Waarom werd het in die hoeze getoond? Omdat dat mensen zijn die niet meer de kans hebben om dat op locatie, als het werd getoond, werd door naartoe te gaan. En wij vinden dat het een opdracht van onze vereniging is om de mensen de kans te geven om te genieten van het stuk. En het werd op een fantastische manier ontvangen. Het is een hilarisch stuk. Zelfs de mensen die het dialect niet verstaan, die maken toch hun eigen verhaal en dat klopt redelijk met de werkelijkheid. Dus degene die de taal, het dialect niet eigen is, die kan toch genieten van het heel stuk. En dat is het mooie. En dus voor over het algemeen de ouderen die hier zitten natuurlijk ook heel herkenbaar. Hè? Als we het geit toch terug naar de jaren 30, neem ik aan, zo ongeveer? Ja, ik zou wel zeggen in het tijd dat nog in zwart geslacht werden. Maar ja, goed, dat kan ze niet waarmaken natuurlijk. Maar het mooie is dat zeker de mensen van Heidhuizen, dat die dat stuk herkennen omdat door personages van Heidhuizen, de postbode, de kapper, nummer op, die spelen in dat stuk met en dat is het mooie ervan. Is het de bedoeling dat het nog in nog meer toezien wordt uitgezonden nu, de film, getoond bedoel ik? We gaan dat zeker doen, want we willen het toch aan zo'n groot mogelijk publiek willen we dat tonen. Dus het is eigenlijk een zeer succesvol experiment, kan je wel stellen? Het was een experiment, maar zeker voor herhaling vatbaar. Joh. En we gaan hier met dit stuk ook verder. Ik heb begrepen, toneelgroep Heidse, die komt weer met een nieuwe voorstelling. En misschien zijn er ook meer toneelgroepen in Leudal die opvoeringen doen, dat heb ik de mensen die zien storen. Dus er is nog genoeg om te doen. Er is genoeg om te doen en mocht er iemand zijn die behoefte heeft aan dergelijke opname, dan huren we dat hier. Zelf woont je ook hier in de Kreppel? Nee, ik woon hier niet. Maar je zit als gast hier? Ik ben in zoverre als gast hier, ja, dat ik met heb gespeeld in dit stuk wat ze net hebben laten kijken. En wat vond je van de reacties uit het publiek? Ja, die waren leuk, hè. Jawel. Maar dat wist ik al, wie we gespeeld hebben in het echt, dat die reacties goed zou je zien, want dat is een heel leuk stuk. Wat heb je voor rol gespeeld in dat toneelstuk? Een heel klein stukje als kapper, maar ik was al een paar jaar uitgezet. Maar ik heb altijd gezegd, als er een klein rolje is, dan wil ik nog wel uithelpen. En nu was dat dit jaar net het geval. En Sef, je zit hier wel tijdelijk en je hebt de film ook gezien. Wat vond je ervan? Ik vond het prachtig. Ik vond het zo schoon film. Hè. Maar er zit er toch bij die je toch eens warrelen bent. Heb ik goed. Potverdorie, nou, dat heb ik al gezien. Want ik ben niet gauw op zo'n toneel geweest, zeg maar. Maar dit vond ik toch fantastisch. En wat vond je, welke rollen vond je bijzonder? Ja, dat was van Theo. En van Henk. En Kitty, dat waren de Marieke. Het was best wel een heel zware rol wat Kitty had. En ook wat Theo Verdonschot had. En ook wat Henk Dekker zei. Dat was. Vertel eens een beetje, wat voor rollen speelde die? Theo was dus de baas van de boerderie. En de knecht, die moest hem overal met helpen. Want Theo de. Ja, dat vroeg dan iedere keer aan hem en dan verloof je hem ook 100 euro om hem te helpen uit zijn nood. Want de haaien werkengeslacht, dat was dus zwart geslacht, wat ze vroeger moesten altijd een vergunning hebben voor hun werken te slachten. Dus nu kwam dus de in de moeilijkheden en die oma, de haai, ja, dat was Mia van Gubbels. Daar heb ik met te doen, we zitten die in dat bed geworden. Vond je het zo zielig? En dan bovenop dat kussen. En dan hij, och, ik heb zo'n pijn, zag ze. En dan loog ze op de kop van het werk. Is dat nu voor u gezegd, eigenlijk bij uitzondering heb je deze rol gekregen? Hè? En hoe lang zit je bezig geweest met de voorbereidingen? Het is ruim een half jaar.
En dan 1 à 2 keer per week. En zeker op lesteer. Dan is het toch intensief. En wat vond je nu zelf als toneelgroep van het eindresultaat? Ja, ik heb misschien niet zeggen, maar meer dan 50 jaar metgedaan. En ik heb in de toneelgroep. En ik heb nog nooit zo'n plezierig stuk gehad als wat dit is. En hoe komt dat? Ja, door de regisseur, denk ik, en de spelersgroep. Die zit er behoorlijk lang bij een. Ja, ja. Mm-hmm. En daarbij, moeten we zeggen, Kitty Goebbels, wat Sina speelde, dat is uitgeroepen tot beste speelster van Limburg in de kleine vrouwelijke rollen. En komt er nu ook weer een nieuw toneelstuk? Jawel, die zijn al bezig. Verklappen wordt er vergeet? Nee, ik kan het eigenlijk niet verklappen, maar ik zal het ook niet verklappen. Nee, als ze dit behoefte mogen niet. Nee,